Goedendag iedereen, ik ben nu hier in Terneuzen aan het fietsen, even naast het treinstation. En zoals je hier ziet, er rijden hier wel degelijk treinen. Er is een verbinding tot België. Je hebt hier normaal de spoorlijn Terneuzen met België. En dus ook de mogelijkheid dan om passagierstransport te kunnen verwezenlijken. Dat is er natuurlijk nog altijd niet. Maar nu dat ik hier die goederentrein zie, is het wel even interessant om het nog te tonen. Wat ik zeg, de mobiliteit is een groot probleem hier. In de week heb je geen bus naar Gent. Moet je overstappen, verlies je uren. En met een passagierstransport zou men, ja, ik ben nu even aan het hokken, misschien in een half uurtje van Terneuzen naar Gent kunnen reizen. Bon, daar gaat het om, he. Een goede mobiliteit. Dus je ziet hier, er zijn wel degelijk treinen op deze spoorlijn. En dus even verder dan, ja, nog altijd ongeveer 2 kilometer kom ik dan aan het treinstation van Terneuzen. Terneuzen. Ja, het is hier een hondenweer in Terneuzen. Hevige motregen. Ik vlag hier nog enkele beelden van dat treinstation. Allee, treinstation momenteel dus de sporen hier. Treinstation is nog wel even verder. Maar bon, je ziet toch wel degelijk dat er sporen liggen en dat er treinen rijden. Dat verhaal is ook wel ongelooflijk. Men spreekt al jaren ervan. Nee, hier in de streek heb je geen enkele mobiliteit. Het is zo slecht. Je moet iedere keer uren verliezen. Zelfs mensen die met de auto moeten komen van Gent iedere dag. Ik zeg, er is een trein. Hier, de sporen zijn er. Waarom wordt dat niet in orde gedaan? Dat is al zoveel jaar. Het is altijd hetzelfde verhaal. Ik zeg, de mobiliteit is toch wel van belang. Ik heb hier ook nog even verder een zijspoor gevonden. Waarschijnlijk wel voor een goederentrein. Want het staat hierop, let op trein. Ja. Hier. Ja, als er hier toerisme komt en je ziet hier sporen aan deze kant, aan de andere kant, die kan wel serieus blijven wachten om de trein te, passagierstrein te vinden. Ik ga nog even tot het treinstation, dat is even verder. Zo, ik ben ondertussen hier aan het treinstation. Het is op mijn fietsroute en ik heb altijd mijn videomateriaal bij. Dus ik zeg opnieuw nog even interessant. Dus hier het station, ja, het is volledig afgedankt, echt om gesloopt te worden. Je ziet hier ook, tot hier, ja, daar is er ook wel nog een goederentrein. Het is wel het verdere punt die in gebruik is. Dus hier feitelijk zie je wel geen beweging. Maar bon, opnieuw, het duurde al jaren en het is ook wel internationaal. Als men dat hoort hier, dat er hier geen treinstation is. Zelf een onderzoek van IMO-kantoor van Nederland heeft Terneuzen als slechtste gemeente verklaard om te wonen. Onder andere door de slechte mobiliteit. Geen treinstation, een van de belangrijkste punten. Een stad met 50.000 inwoners. En dan ook de volledige regio heeft geen verbinding. Ik zeg, je hebt hier een bus per uur. En wil je naar Gent gaan, is er geen bus in de week. Moet je overstappen en combineren dan met de lijnbus in Zelzaten. Dus opnieuw even interessant. Het verhaal gaat verder. Het is onbegrijpelijk dat er geen veranderingen komen in al die jaren. Dat is nu niet een kwestie van een paar jaar. Dat is nu al tientallen jaren dat dat ten goede zou komen voor iedereen.